Het Stedelijk Lyceum is dit jaar 25 jaar een topsporttalentschool. Een middelbare school die zo is ingericht dat topsporters hun sport met school kunnen combineren. Zo ook voetballers spelend in de jeugdacademie van FC Twente. Dat vergt een goede samenwerking tussen de club en de school. Deze week was er een jubileumavond en daarbij waren Michel Jansen en Jelle van der Heijden aanwezig. We hebben eigenlijk iemand die wekelijks contact heeft. Die is ook hier op de school. We hebben ook ruimtes weer op de school. Dus trainers van ons die lopen hier rond. Job Lambrink is onze studiecoördinator. Die heeft wekelijks contact met Ralf Strijland, Frank Tempelman. Dus dat zijn dan weer de loopcoördinatoren vanuit het Stedelijk. Dus ja, daarin zie je dat die samenwerking weer echt vorm en richting gaat krijgen. En je merkt het ook op de werkvloer dat het daardoor een stuk rustiger is. Jelle van der Heijden, 25 jaar een loodschool. Tegenwoordig heet het Topsport Talentschool. Wat kun je uit jouw tijd herinneren? Wat maakt het prettig dat je schooltijd zo was ingericht om ook je topsport ernaast te kunnen bedrijven? Dat ik het huiswerk vooral op school kon maken. Dat was echt chill, want dan hoefde ik het niet thuis meer te doen. Ik zeg niet dat ik altijd mijn huiswerk heb gemaakt op school, maar dat was wel altijd lekker. Ik kon leren op school, dat was vooral het voordeel. Wij zijn er als opleiding echt heel erg blij mee, want het biedt gewoon extra faciliteiten. En je ziet ook in de samenwerking nu, we trainen nu hier op het Diekman met onze teams onder 16 naar beneden. Ja, dan kom je ook bijvoorbeeld de multiskills, dan heb je ruimte nodig, heb je zalen nodig. En dan kun je ook weer samen met die school, die stellen ze weer beschikbaar. Dus je hebt ook momenten dat kinderen los van de lessen willen leren. En dan wordt er extra lokaal beschikbaar gesteld. Ja, dat geeft extra mogelijkheden waar wij heel blij mee zijn. En ondanks dat toch ook wel de geluiden bestaan die je eigenlijk al die leerlingen bijna wel in die leeftijdscategorie hoort van school. Ja, school op die leeftijd zie je toch vaak als een noodzakelijk kwaad. Ouders moeten erachteraan zitten. Ja, je hebt kinderen die van nature wel die passie hebben en maximaal willen presteren ook op school. Dus en sommigen hebben de docenten en de ouders nodig. En ik moet eerlijk zeggen, ik was er vroeger ook een. Ja, ze moesten mij achter de broek aan. Dus, en er zullen er hier ook een heleboel bij zitten. En uiteindelijk zie je, het is uiteindelijk toch goed gekomen.